De nieuwe minister van Handel en Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, is afgelopen woensdag op traditionele wijze verwelkomd. Minister Mike Noor Salim, ad interim minister van HINT, droeg na het tekenen van het protocol van overdracht het roer over aan de nieuwe minister. Hierna las directeur Reina Raffales het procesverbaal van de overname voor, als ook de verklaring van ambtsaanvaarding. Dit gebeurde in het bijzijn van de overige directieleden, beleidsmedewerkers, als ook de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva. Na het officieel gedeelte werd het personeel en de overige gasten toegesproken door zowel de minister als de directeur. U kunt uw borst nat maken, want er is veel te doen, aldus minister Tsang. Directeur Raffales gaf de minister mee dat hij verzekerd mag zijn van ondersteuning van het totale personeel. Er is veel te doen, er is een honger in het land naar ondernemerschap, er is een roep in het land naar stabiele prijzen, aspiraties naar industrieën, investeringen en ook de handel. We gaan naar een nieuw niveau, een next level, zegt directeur Reina Raffales tijdens haar toespraak. Een toast werd daarna uitgebracht en de minister mocht de felicitaties in ontvangst nemen.